Nou, even een filmpje over deze Mini Cooper S hybride Countryman uit 2018 met iets meer dan 66.000 kilometer op de teller. Nou, hij heeft zijn bomvol luxe opties en het is een hele snelle Mini, want hij heeft namelijk een hybride, een elektromotor en een benzinemotor. En daardoor heeft hij 224 pk. Hij is dus heel erg snel. Nou, loop even met me mee, dan vertel ik nog wat meer over de auto. Nou, hier zie je al dat hij voorparkeersensoren heeft. Dat wil dus zeggen dat je voorparkeersensoren hebt en dat je automatisch kan inparkeren. Daarover hebben wij ook een video gemaakt op ons YouTube kanaal. Dus wil je nu precies weten hoe dat automatisch inparkeren gaat, kijk dan even naar die video. Nou, hij heeft mooie, 18 inch velgen van John Cooper Works. En hier zo is dus het klepje waar je hem kan opladen. Dat kan je gewoon zo openen en dan kan je hem hier insteken en dan aan het stopcontact. Als hij helemaal vol is, kan je ongeveer 25 kilometer helemaal elektrisch rijden. Nou, wij raden eigenlijk aan om het gewoon gecombineerd te doen. Dan rij je dus en op benzine en op elektrisch en dan rij je eigenlijk en zuinig en dan heb je een langere actieradius. Nou, ga ik zo ook even naar binnen, maar ik wil eerst eventjes hier achterin de ruimte laten zien. Want de Countryman die staat natuurlijk bekend om zijn ruimte. En ik ben zelf 1,70 meter en zoals je kan zien, kan ik nog prima hier zo zitten. Ik heb de stoel best wel ver naar achteren gezet en nog heb ik genoeg ruimte. Dus ja, hij is echt heel ruim en ook heel handig met kinderen. Nou, en ook de comfortruimte is een stuk ruimer dan bij de drie deurs. Hij heeft hier zo mooi zo die Countryman letters aan de achterkant. Natuurlijk ook achterparkeersensoren. En hier zie je ook de achteruitkijkcamera. En hier zo is dus de oplaadkabel. Vooraan stopcontact. Als je nu graag een laadkabel wil vooraan een laadpaal, dan kan die ook worden bijbesteld. En er zit ook nog een dubbele bodem in. Nou, neem even plaats en dan ga ik ook nog wat meer vertellen over de opties aan de binnenkant. Nou, hij heeft mooie halfleren stoelen, afgewerkt met carbon. En dat komt ook heel mooi terug in de deuren. En ook hier zo heeft hij mooie lakafwerking. Dus het heeft een hele luxe afwerking en hij heeft ook een elektrisch panoramadak. Die kun je dus de voorste kan op kiep en die kan ook helemaal open. Dus dan heb je toch een beetje cabrio en dan de ruimte van de Countryman. Als je nu last hebt van de zon, dan kan je ook even een zonneklapje uitdoen. Dan heb je ook nog geen last van de zon. Dus stap even in en dan gaan we even een stukje rijden. Nou, hij is nu gestart. Je hoort hem dus niet lopen, want ja, hij loopt dan nu elektrisch. Maar je kan dus hier zo kiezen of je hem... Oh, sorry, druk ik op de verkeerde. Dit is e-drive. En dan kun je dus kiezen of je helemaal elektrisch wil. Of dit is dus helemaal benzine. Dan save je de batterij. Als je automatisch wil doen, dan ga je gemengd rijden. En helemaal max e-drive. Hij is nu niet voldoende opgeladen. Dus we kunnen niet max e-drive rijden. Maar ik ga hem gewoon eventjes op midden zetten. En dan gaat hij dat zelf combineren. En dan rij je dus zo zuinig mogelijk. Ja, dan gaan we nu even een rondje rijden. Dit is de automatische handrem, die kun je zo ontgrendelen. En dan gaan we even een rondje rijden. Nou, hij heeft het XL scherm. Met navigatie. En een touchscreen heeft hij. En hij heeft ook die leuke lettering, daar kan je zelf een kleur geven. Maar hij reageert bijvoorbeeld ook op verschillende dingen in de auto. Als ik nu bijvoorbeeld de airco even aanzet en ik ga de kleur aanpassen, dan zie je dus dat die lettering daar ook weer op reageert. Ik zet hem heel eventjes uit voor het geluid. Verder heeft hij ook Bluetooth, dus je kan natuurlijk ook gewoon je telefoon koppelen. En dan krijg je ook je contacten natuurlijk in de auto. En hij heeft ook Apple CarPlay. Ook daar heb ik nog een video gemaakt in ons YouTube kanaal. Dus als je wat meer wil weten over Apple CarPlay, dan kan je daar even de video bekijken. En daar laat ik alles nog eventjes zien. Dan krijg je dus de apps van je telefoon in de auto.
Verder heeft hij een multifunctioneel stuur met cruise control en een limietknop. Dus bij cruise control dan neemt hij echt de snelheid over. En bij de limietknop moet je wel nog zelf gas geven. Maar dan gaat hij bijvoorbeeld niet harder dan 50 km per uur. Verder heeft hij ook adaptive cruise control. En dat is ook echt een hele fijne optie. Want dan remt hij dus zelf af als er voor een voorligger trager rijdt. En dan geeft hij ook weer wat gas bij. Dus ja, dat is een hele fijne optie. Nou, verder heeft hij hier stoelverwarming in 3 zones. Hier zo kan je bijvoorbeeld lucht van, als je bijvoorbeeld niet de lucht van buiten wil, in een tunnel bijvoorbeeld, dan kan je dat hier zo opdrukken en dan neemt hij de lucht van binnen. Verder hier zo kan je dus de voorparkeersensoren activeren. Als ik daarop druk, ja, daar ga ik nu te hard voor. Maar als je dus wil gaan parkeren, dan kan je daar even op drukken. En dan gaat hij zelf mee actief zoeken naar een parkeerplek die groot genoeg is voor de auto. Dus daar heb ik ook nog een video over gemaakt. Die kan je ook vinden in ons YouTube kanaal. Nou, verder is er natuurlijk een automaat. En er zit ook een sportstand in. Die kan je hier zo ook activeren. Dan reageert hij nog wat sneller op de pedalen, nog wat sneller op het stuur. Maar wil je nu graag extra zuinig rijden, dan kan je hem ook in de green stand zetten. En dan rij je dus zo zuinig mogelijk. Nou, in de auto staat ook altijd bij autostatus, kun je nog wat meer info vinden. Ook bijvoorbeeld als er iets is met de bandenspanning of zo, dan kun je dat hier zo in vinden. En daar staan ook de servicebehoeften in. Laat ik jullie eventjes zien. Dus nu is alles op oké. En hij heeft ook een beurt gehad bij 40.000 km en bij 65.000 km. En van ons krijgt hij natuurlijk ook nog een aflevercheck. En wordt helemaal in orde gemaakt tot het volgende onderhoud. Nou, al onze minis worden afgeleverd. Standaard met 6 maanden garantie, een afleverbeurt en een nieuwe APK. En een poetsbeurt natuurlijk. Maar wil je nu graag wat extra zekerheid, dan kan je ook kiezen voor levenslange garantie. Dat kost eenmalig €1.750. Dat is tot 160.000 kilometer. En dat is dus op garantie op alles. Daar zit geen looptijd aan vast. Dus je betaalt dat één keer. En op alles wat niet kapot hoort te gaan, dat wordt gewoon door ons vervangen. Maar dat zijn dus geen slijtageonderdelen, zoals bijvoorbeeld de remmen. Dat zit daar niet in. Nou, wil je nu graag financieren? Dat kan ook. We hebben op onze website maandprijzen gezet. Dat zijn prijzen zonder aanbetaling op een looptijd van 120 maanden. Wil je nu graag wel iets aanbetalen of liever een andere looptijd? Dat kan ook. Laat het ons even weten. Dan kunnen we alvast even een berekening voor je maken. En je in contact laten komen met de leasemaatschappij. Nou, als je nu nog vragen hebt over deze auto, laat dan dat even weten. Of als je langs wilt komen voor een proefrit, dan horen we het heel graag. Ik zal nog even wat extra gas geven. Dan, hij is echt super snel. Want ik durf eigenlijk niet de gaspedaal helemaal in te drukken. Maar ik zal het nog een keertje proberen. Dan doe ik even 2 handen aan het stuur. Ja, hij is echt extreem snel. Dus ja, hopelijk kan je het ook een beetje meekrijgen op de video. Maar ja, het is een pittige auto.